Willem? Ik ben van, ik ben René van Engelburg van Dropstuff. En misschien kennen jullie Dropstuff, misschien ook niet. Wij, wij bouwen aan een alternatieve culturele infrastructuur van Urban Screens in Nederland. En we hebben al een aantal keer een presentatie van Nederlandse mediakunst in Venetië gedaan op de Biennale. Dat gaan we in 2013 opnieuw doen. En daarvoor hebben we een open call. Ontwerpers en programmeurs. Ja, maar het kan niet en-en. Het kan niet en-en. Nee, je moet jij gewoon praten. Ja, dat kan. Ja. Dus. Dan heb je hem uitgezet. Oh, dan heb ik jou uitgezet. Dus. Oh. Je moet de volgende keer even geoefend worden, hoor. Ja, daar ben ik weer. Nee. We hebben dus een open call en wij vragen ontwerpers en programmeurs om in groepen of individueel zich op te geven om mee te doen aan de Kinect Art Challenge. En wat we gaan doen is volgens mij heel bijzonder. We gaan een scherm plaatsen in Venetië en een scherm in Amsterdam. En bij allebei komt Kinect Boot. En zodra een bezoeker in een Kinect Boot loopt, zal die zelf zichtbaar zijn volledig op alle schermen. En ook in Venetië. En wat wij vragen is om een ontmoeting te ontwerpen in de vorm van een artistieke game tussen die twee bezoekers. Dus hoe speelt iemand een spel tussen Amsterdam en Venetië, en terwijl ze zichzelf letterlijk zien. Nou, de deadline voor de inschrijftermijn is 1 december. Dan hebben we alleen een concept nodig. En op basis van de concepten selecteren wij maximaal 5 groepen of deelnemers die hun projecten in Venetië kunnen tonen. Daarnaast doen we ook een project met het hoger onderwijs. Ook daar zullen we 5 resultaten van presenteren in Venetië. Dus wij hopen op zoveel mogelijk deelnemers. Dankjewel. Yeah.